Mevrouw Leijten, ja. Nou ja, ik ben er heel erg voor dat er iemand helpt in het woud van regelingen wat we hebben. Maar ik zou zo graag ook eens snoeien in die regelingen. Ik bedoel, ik ben met specialistische thuiszorg mee geweest. Waarbij er gewoon geen indicatie aangevraagd kon worden voor bijvoorbeeld rouwverwerking. Terwijl dat wel hartstikke nodig was. En waarom laten we dan niet iemand in de gespecialiseerde thuiszorg, als ik u zo hoor, is dat volgens mij wat u ook doet. Maar dan wel met kennis van de situatie rond dementie. Maar waarom kan dat dan niet plaatsvinden? Dat komt omdat we alles afgebakend hebben in functies en omdat we veel minder kijken naar wat hebben mensen nodig. En ik zou dus willen eigenlijk dat we het woud snoeien in plaats van dat we nog weer een extra hulp die er zeer gewenst is, dat geloof ik direct. Dat is ook niet tegen, laten we dat nee, even. Nee, maar ik snoe liever in het woud, waardoor de zorg ook toegankelijker wordt. Mevrouw, u bent het woord. Uw laatste vraag of toevoeging. Graag een belangrijke toevoeging waarin je kunt zien dat trajectbegeleiding georganiseerd in een groot verband met zorgverzekeraars, met een aantal zorginstellingen, hulp bij dementie, zoals dat in Noord-Limburg heet. Ik kom niet uit de zorg, ik ben wel voorzitter van Alzheimer afdeling Noord-Limburg. En waar wij mee bezig zijn, is een centrum voor informatie en kennis op te richten. En daar hebben wij zeer wel de politiek bij nodig. Ik weet dat de VVD in Venlo een inloophuis in haar programma heeft staan. Maar ze moet wel haar woord gestand doen. En niet alleen zeggen, we willen het onderzoek doen en we willen onderwijs geven. Maar we moeten niet vergeten dat de toekomst heel belangrijk is, maar de toekomst begint nu. Dus wat vraagt u aan de politiek? Dus ik vraag aan de politiek, kijk niet te eng. Zorg voor minder bureaucratie. Zorg dat er samenwerking komt. En zorg dat het gedaan wordt. En blijf niet veel praten. Oké, dus een moreel appel. U vraagt allebei het woord? Ja, dat gaat niet werken. Nee. Dat gaat helaas niet werken. Ook in het kader van de tijd. Ja. Maar u heeft 5 minuten beschermde speeltijd gekregen. Ja, precies. Ja, zo werkt het. Ja. U heeft geen antwoord gegeven op de financiers. U gaat het toch doen. Ik ga het u niet toestaan, want we moeten deze stelling afronden. U heeft de bel gehoord. We gaan naar de derde, naar de laatste stelling. Een moreel appel, geachte dames en heren politici. Wat we in ieder geval hebben gemerkt in de zaal, als ik dat als onafhankelijk tussen aanhalingstekens debatleider zie, is dat er een enorme roep is op case management. En hoe u dat dan noemt, dat maakt niet uit, want ze noemen het ook al anders. Maar het is in ieder geval, het was compleet groen op 2 mensen na. En wat ik bij u met name proef is dat u niet zozeer tegen dat case management bent. En meneer De Vries was niet eens tegen en die zegt, ja, ik ga dat niet in het regeerakkoord zetten, want ik ga ervan uit dat überhaupt doorgaat. U bent bang voor bureaucratie, maar u bent er ook niet tegen. U neigt er ook naar, u bent ook bang voor bureaucratie. U bent ook niet tegen case management en wat zegt de Partij van de Arbeid? Want u stond er open in, om het even zo te zeggen. Als het een goede oplossing is, als het werkt, dan ja? Moet je het gewoon doen. En ik ga gewoon met u kijken en als die evaluaties goed uitpakken, dan zullen we gek zijn om er iets te doen als het uitkomt is voor zo'n groot probleem. Maar volgens mij heeft u hier voorstanders zitten. Ja.